Vandaag is het onderwerp euro-dollar. Sinds de perikelen die zijn ontstaan in de Lehman-periode, hebben we gezien dat sinds 2009 een zijwaartsbeweging is ontstaan in euro-dollar. 1,50 is grosso modo de bovenkant geweest in deze periode, waarbij 1,23 à 1,22 de onderkant is geweest, waartoe beleggers bereid zijn geweest om euro's te verkopen. Op dit moment zien we dat de neerwaartse beweging een kracht begint in te boeten en dat wordt ons getoond aan de hand van de grafiek waarin we zien dat de RSI de neerwaartse trend al heeft gebroken, hetgeen veelal gevolgd zou worden door een correctie in opwaartse zin voor de koersen. Of de neerwaartse trend in de koersen gebroken zal worden, dat moet nog blijken. Daartoe pakken we even de grafiek ter hand. De langere termijn neerwaartse trend binnen deze zijwaartse beweging toont ons dat de cyclus van lagere toppen, lagere bodems nog steeds intact is, zolang koersen onder de 1,32 blijven noteren. We kunnen op dit moment moeilijk inschatten of 1,32 nu een haalbare kaart is, maar daartoe wordt wel een goede aanzet gegeven met de opzet die we op dit moment aan het creëren zijn. Koersen kunnen op dit moment naar ons idee stijgen naar de 1,28 à 1,29, in ieder geval in correctieve modus, waarna een poging tot een hogere bodem neergezet zal moeten worden. Als dat gebeurt, dan zal er meer kracht ontstaan om 1,32 met succes aan te vallen. Deze beweging wordt ook bevestigd vanuit de dollargrafieken, hetgeen meer power geeft aan de opwaartse potentie die we zien op de kortere termijn. De kortere termijn grafiek toont ons dat in de afgelopen twee keer dat we een bodem hebben gerealiseerd binnen de langere termijn neerwaartse range, of zijwaartse range, excuses, dat dan de RSI opwaartse potentie heeft getoond richting de 60. Op dit moment laat de RSI ons zien dat we op 40 staan, hetgeen aangeeft dat de beweging nog maar net begonnen is en dat daar best een speculatieve strategie op losgelaten mag worden. Potentie in deze trade is 1,28 richting 1,29 en met een beetje goede wil en met meer optimisme is 1,30 ook een haalbare kaart. Tot dan blijft het nog steeds correctief, maar gezien de amplitude van de beweging is er voldoende potentie om een winstgevende trade in dit valutapaar op te zetten.